Vaccinet laat toe om vaccinaties individueel te registreren. Dit betekent dat we dit patiënt per patiënt gaan doen. Het registreren van een vaccinatie gebeurt in 5 stappen. Hier gaan we zo dadelijk op in. Eerst en vooral melden we ons aan op Vaccinet. Vervolgens gaan we de correcte patiënt opzoeken. Dit doen we door aan de linkerkant de zoekpersoon te selecteren. Het zoeken van een patiënt kan gebeuren op 2 manieren. Enerzijds kunnen we snel zoeken via het Rijksregisternummer, of we kunnen zoeken op basis van 1 of meerdere criteria. Belangrijk hierbij is om steeds de medische link met de persoon te bevestigen. Indien u zoekt op basis van 1 of meerdere criteria, komt u terecht op een lijst met mogelijke patiënten. Om de correcte patiënt te selecteren, klikt u op de familienaam. Vervolgens komen we terecht in het vaccinatieschema van de patiënt. Om een vaccinatie toe te voegen, drukken we onderaan de pagina op Toevoegen vaccinatie. In het volgende scherm dienen we alle informatie van de vaccinatie door te geven. Eerst en vooral het type vaccin, de dosis en de vaccinatiedatum. Belangrijk, bij COVID-19 vaccinaties is ook het lotnummer verplicht. Wanneer alles ingevuld is, drukt u onderaan de pagina op OK. Om te controleren of een vaccinatie volledig werd geregistreerd, kan u steeds naar de vaccinatietabel kijken. Indien het vaccin hieraan toegevoegd is, zal de vaccinatie geregistreerd zijn.